Ronald Liefdink, we dachten er goed aan te doen om de assistenttrainer te vragen, omdat de emotie na deze wedstrijd vast parten speelt. Hoe kijk jij tegen de 2-0 nederlaag bij Odin aan? Ja, we kijken tegenaan. Zonde. Ik vind dat we op zich een goede wedstrijd hebben gespeeld. In de eerste helft beginnen we beter dan onze tegenstander. En daarna hebben we elkaar eigenlijk een beetje in de greep. Waarbij we wel meer kansen krijgen. Niet super grote kansen, maar het veldspel van ons vond ik wat beter, wat verzorgder. En in de tweede helft nog wat wisselingen gedaan. Nou, op zich pakte dat volgens mij goed uit ook. Ja, en dan komt er een onrustige fase met misverstand achterin. Normaal gesproken zou je zeggen, Roel, ram die bal weg. Maar hij werd, begreep ik, gecoacht op een manier waardoor hij in de war raakte. Ja, een hele gekke rode kaart van Mamadou, wat volgens mij echt niks was. Geel moet hij daarvoor geven, denk ik. Maar hij speelt de bal. Nou, 1-0 achter ook nog. En dan ja, blijven eigenlijk toch nog de betere ploeg ook voetballend. En we krijgen kansen met Rogier, met Kevin, met Niki. Ja, weet je, dan moet je jezelf belonen. Dan moet je er één inschieten. En dan ga je in ieder geval met een punt weg. En misschien dan nog wel met 3 punten. Dan zullen zij waarschijnlijk ook denken, we hebben een man meer, we gaan naar voren. Nou, dan komt er nog meer ruimte voor jezelf. En daar heb je jezelf tekort gedaan. Dus jammer. Ja, nou, dat denk ik ook. Goede analyse. De rode kaarten, ja, die zijn hard. En die hebben gevolgen voor de komende wedstrijden. Want dat levert 1-4 wedstrijden op. Wat zijn je verwachtingen? Dat hangt er vanaf welke code die je meegeeft. Hè. Ik denk voor Guido dat het 1 wedstrijd zal zijn. Ik heb echt geen idee hoe hij dat van Mamadou heeft gezien. Klaar blijkt heel zwaar, want anders trek je daar geen rood voor. Dus ik denk een overtreding van achteren. Ja, dan zal je 2-3 wedstrijden minimaal krijgen, denk ik. Als het opzettelijk is, hè, want dan beoordeel je het eigenlijk als natrap. Ja. Nou, dat is dus afwachten hoe dat dadelijk op het wedstrijdformulier terechtkomt. Volgende week wacht Ajax. Ja, we hadden dat natuurlijk liever gedaan met een overwinning hier. Of dan tenminste een puntje. Hoe kijk je tegen die wedstrijd nu aan? Want dat betekent toch met een andere bezetting. Nou, ik denk dat de jongens die vandaag ingevallen zijn, die hebben laten zien dat ze ook prima in de basis kunnen spelen. We kunnen links en rechts wat schuiven. Vandaag heeft Reza het een tijdje achterin gedaan. Nou, dat zou een optie kunnen zijn. En joh, ik denk dat we genoeg goede spelers hebben om het op te pakken en gewoon op dezelfde manier door te gaan. En gewoon zelfvertrouwen blijven houden. Het gaat erom dat we onszelf een keer belonen voorin en dat we de kans gaan afmaken. Ik bedoel, daar ligt dan denk ik wel een probleem. En de mensen die daar voor moeten zorgen, die moeten daar eens even een beetje kritisch naar zichzelf zijn. En joh, dodelijkheid is wel gewenst en dan op een positieve manier. En dan gaan we, joh, dan hebben we tegen Ajax gewoon kans om 3 punten in huis te houden. Oké, nou bedankt en dan op naar de Eikelhof en dan volgende week.